guys, mijn naam is Barend en vandaag ga ik de beste burger ooit, althans dat hoop ik, proberen te eten. Ja, vandaag ben ik namelijk onderweg naar Almere. Ja, letterlijk, ik ben nu onderweg. Wees gerust, ik let ook gewoon op de weg. Kijk maar, mijn ogen staan nu naar de weg toe, dus je ziet het hè. Ik heb altijd al een food review kanaal gewild, dus is het wel leuk om hier een video van te maken, dacht ik. Maar we gaan nu eerst even shoppen. Lucky en ik stonden in de Pull&Bear en we hadden een heel stom gesprek. Maar dat is niet leuk genoeg voor in de vlog. Dus daarom heb ik deze voice-over nu. Maar we gingen shoppen en we hadden leuke outfits gekocht. Hier zie je de kleding. Kleding? Gewoon kleding. Ja, oké. Okay. We zijn dus nu even door Almere aan het lopen. Het is superleuk. En we staan nu bij de comicwinkel. Het beeldverhaal. Het beeldverhaal. Want dit is het verhaal wat we vertellen in beeld. Daar is een Yu-Gi-Oh! Poster. En die is wel vet. Was jij vroeger ook van Yu-Gi-Oh! Of niet? Nee. Waarom niet? Ik snap dat niet. Oké, okay, maar dat snap ik op zich wel. Want het was, Yu-Gi-Oh! Was ook altijd wel echt wel een beetje next level. Wij gaan nu wat winkels door en zo. We zijn gewoon een beetje rond aan het kijken. Ik merk wel, ik begin aardig trek te krijgen. Ik heb er zin in. Verderop zie je Playmobil. En we liepen langs de Playmobil. Dus Oké, we zijn nu echt onderweg. Daar is het. Oh nee, dat is hem niet, hè? Dat is de beren. Daar hebben ze wel lekkere burgers, maar niet de lekkerste burger. Nou ja, KFC, ja, ook lekkere burgers, maar ook weer niet de lekkerste burger. Burger King? Is het Burger King? Nee. Nee. En dan komt er inderdaad de volgende. En dat is een moeilijke, want Five Guys heeft inderdaad enorme lekkere burgers. Maar is het Five Guys? Nee. Wij gaan vandaag naar een hele speciale burgertent. En ik hoop dat het ook echt lekker is trouwens. Het ziet er wel lekker uit. De burger die wij vandaag gaan eten is de burger van Fat Fields. En dit is, ga ik ook nemen, loaded fries. Ik ben heel benieuwd. Yo, Luc. Yo. Wat verwacht jij van de burger? Lekkerder. Wat ben jij de hele tijd kut aan het doen, Luc? De burger en zo wordt nu voorbereid. De mannen die hier werken, super nice. Shout naar jullie. Ik mocht even filmen. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Te zien aan alle plaatjes is dit wel de lekkerste burger. Maar goed, de vraag is natuurlijk, is dit de lekkerste burger? Nou, dat gaan we zien. Kijk hoe dit eruit ziet. Ja man, ik heb hier wel heel veel zin in. Oké, wat hebben we hier voor ons? We gaan het even laten zien. Jij hebt een normale cheeseburger met guacamole saus. Ik heb een double cheeseburger zonder guacamole. En we hebben de loaded fries. Mm-hmm. Laat ik dan gewoon nu gelijk maar die burger proberen, toch? Of gaan we eerst beginnen met die loaded fries? Oeh, ja, nu hebben we de keuze. Ik begin gewoon met die burger. Ja, begin gewoon met de burger. Hier komt de hap van de burger. Double cheeseburger van Dr. Philly. Dr. Philly? Oei, oei. Is hij lekker? Oei, oei. Is lekker, hè? Waarom de fuck zit hier niemand? Ik heb geen idee. Waarom is hier geen fucking... Kijk hier. Hey dan. Waar is iedereen? Waar de fuck is iedereen? Hallo, Almere wordt wakker. Weet je hoe lekker dit is? Oké, we gaan die loaded fries even proberen, ja? Oh, er zit wel echt een mokerlaag op, jongen. Zo, op, op. Holy shit, gast. Fucking lekker, bro. Luister, dit is echt zo goed. Deze burger is zo goed. Ik ga gewoon nog een hap nemen, sorry. Mmm. Mm. Ja, is het zo lekker? Mm. Neem de hap, Luc. Oké. Okay. Jezus, ook die kwakkwakke molen erop. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gaat ie. Dank je. Die kop ook. Dit is echt goed, hè? Oh my god. Mm. Die guacamole die ik heb extra bij heb gedaan ook. Ik snap de keuze, ja.
Dit is... Kijk hem op, hè. Deze burgers zijn zo goed, jongens. Holy fuck. Het vlees smaakt gewoon oprecht naar echt vlees. Niet dat fake McDonald's shit. Jeez. Moet je kijken. Het wordt allemaal super vers gemaakt. Ik ben niet gesponsord door Phil. Ik zag dit, dat dit er was in Almere. En ik wist niet eens dat dit er was. Maar ik wist wel dat dit goed was. Maar ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Ik ben echt een burgerlover. En deze... Deze staat hoog aan het lijstje. No cap. Oh, nou, jij moet die loaded fries nog even proeven. Oh. De vraagteken waarom hier niemand zit. Mm. Ja, maat. Dit is echt heel goed. Mm. Mm. Ah, we gaan lekker eten. Oh. Zoek het uit. Ik ga stoppen met filmen. Dit is gewoon te lekker. Het is echt heel goed. Luc... 12 seconds later. Alright, zoals je ziet, de burgers zijn echt helemaal weg. Er zijn nog een paar frietjes over. Deze steden nog even. Het is wel wat aan de dure kant, maar als je een goede burger wilt eten, dan... Ja, je moet gewoon wat meer betalen. Kijk, daar zo verderop, helemaal aan de achterkant, daar heb je een McDonald's. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik zeg je wel eerlijk, dit is wel echt een hele, hele lekkere burger. Nog even een final review, het broodje. Lekkerder dan de Five Guys broodjes, terwijl ik die ook echt wel heel erg lekker vind. Ja, je hebt net wat meer smaak van het vlees, waardoor deze ook lekkerder is. Ze hebben hier dan een speciale saus, die was wel oké, maar het kwam niet heel erg naar voren. Dat vond ik wel jammer. En ik miste een beetje het uitje, een gebakken uitje op de burger. Dat zou altijd wel heel erg nice zijn. Ik vond het net wat die, een beetje de crunch die wel een beetje miste. Maar overal geef ik deze burger sowieso een 9,2. Maar ken jij een betere burgerplek? Laat het me weten, want ik wil het review. Dat is een beetje de review. Ik hoop dat jullie dit ook een keertje leuk vonden, want ik vind het heel tof om eten te reviewen. Dat kennen jullie van food reviews voor de mensen die mijn streams kijken. Ik hou er heel erg van en ik ben echt een burgerliefhebber. Dus ik wil samen met jullie eigenlijk wel oprecht de beste burger ooit proberen. Fat Phil's, jullie komen aardig in de buurt, kan ik eerlijk zeggen. Er miste hier en daar misschien net wat lekkere smaakjes, maar oh donders, wat was deze goed. Nou, zo lekker dat ik gewoon stikte. Ik hoop in ieder geval dat jij deze video leuk vond. Wij gaan er lekker nagenieten. Ik heb nog maar één ding te zeggen en dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.